Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op donderdag 2 november. Wolkenvelden opklaringen momenteel boven Nederland, hoewel de satellietfoto suggereert dat het helder is, maar dat is niet helemaal het geval, want er zijn wel degelijk wolkenvelden aanwezig. Vanochtend is het zo'n 10 tot 13 graden en in het uiterste noorden kan een enkel buitje vallen. Vanmiddag kan er ook in het midden en zuiden een enkel buitje vallen. Maar dan nog, het is heel aardig weer met perioden met zon en wolkenvelden. Er staat ook nauwelijks wind, een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten. De temperatuur ligt vanmiddag rond de 14 graden, vanavond rond de 7 graden en vannacht kan het lokaal afkoelen naar zo'n 2 tot 4 graden. Misschien komt het in Utrecht en Gelderland wel tot vorst aan de grond. Morgen... Eerst hier en daar mistig. Verder ook wolkenvelden, maar geleidelijk aan ook zon. En het wordt zo'n 11 tot 13 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. In het weekeinde wordt het een stuk wisselvalliger. Zaterdag met name in de westelijke helft van het land. Maar dan kan het wel bijzonder zacht worden: 14 tot lokaal 17 graden in het zuiden. Zondag een heel ander weerbeeld dan een graad of 10. Ook dan vallen er diverse buien. Maandag blijft het droog en lijkt er ook een droge periode aan te breken. Met in de nachten wat lagere temperaturen.